Nou, laatste filmpje van vandaag. Nog een heel leuk shirtje wat jullie nog niet gezien hebben. €24,95. Het is 1 maat. Een katoenen shirtje. En dan is het hier met zo'n slordig randje. Maar dat vind ik juist leuk. Dat hoort erbij. €24,95. En ik denk dat ze tot de maat 42 passen. Dan de broek, hè. Dat is nou deze week mijn favorietje. Ik hou er wel van. Ik doe het niet vaak aan, hoor. Maar nu zitten er lapjes op. En dan vind ik het wel kunnen. En dan vind ik dat ook wel leuk in de zomer. Sneakertje eronder of een slippertje eronder, een shirtje eronder. Vind ik ook wel een beetje weer bij de zomer horen. Die broeken zijn €44,95. Ze vallen goed op maat. Je kunt ze zelfs een maatje kleiner pakken. En dat komt omdat ze boven net wat ruimer zijn. Op de benen smal. En dat is maar bij heel veel mensen het geval is. Hè? Smalle benen. En hier hebben ze het nodig. Ja, dan is dit een hele fijne broek. Zeker weten. Nou, de achterkant lage zakken. Dan moet je even rekening mee houden, want dat is dan toch weer een ander model als je daar niet gewend bent. Ik vind dat wel altijd heel stoer eruit zien. Nou, dan hebben we de sneakers. €49,95, maat 36 tot en met 41. En voor alles mag je bellen. Nee, doe maar appen, want die telefoon hebben wij geen tijd voor. Appen naar 06 21 49 69 49. En we hebben een website www.baboe.nl, daar kun je ook heel veel terugvinden. Ja, we zitten morgen volgeboekt, dus als er geen uitvallers zijn, dan kan er niemand meer bijgeboekt worden. En het kan zijn, dat was vanmorgen ook, dat er mensen uitvallen, omdat ze ziek zijn of wat dan ook. En dan is het ook heel goed dat ze niet naar de winkel komen, daar zijn we dan alleen maar blij mee. En dan kunnen we het snel opvullen met de voorbijganger of als wij een berichtje zetten in onze WhatsApplijn. Volgende week wordt het makkelijker, want dan mogen we 8 personen in de winkel. En dan doen we, als je dat wil, reserveren. En de rest mag zo binnenlopen. We doen 2 personen per uur reserveren. En dan hebben we voor die andere 6 gewoon plaats. En daar hoef je geen afspraak voor te maken.